Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Na de zonnigste bevrijdingsdag ooit, de zon scheen meer dan 14 uur, wordt het vandaag opnieuw behoorlijk zonnig. Er drijft ook wel hoge bewolking over, wat vliegtuigstrepen, maar de zon komt daar nog heel goed doorheen. Het blijft ook overal droog vandaag en het wordt uiteindelijk zo'n 20 graden op de Waddeneilanden, en 23 tot lokaal 25 graden, en dat is een zomerse dag in het binnenland. Er waait een matige wind uit het zuidoosten en die kan wel af en toe een beetje vlagerig zijn. Dat maakt het misschien ietsje minder, maar over het algemeen is het gewoon prima weer. Ook vanavond blijft het helder, zo halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 20 en tegen middernacht is het een graad of 17. Dan morgen opnieuw veel zonneschijn en dan op veel meer plaatsen een zomerse 25 graden. De hoogste temperaturen verwachten we in het westen in de Duinen en in het noorden van Limburg, daar 26 of lokaal 27 graden. Op zondag doet het weer een klein stapje terug, heeft te maken met een aantrekkende en vlagerige oost tot zuidoostenwind, maar nog steeds wel een graad of 24. Ook op maandag nog droog en een graad of 24. Vanaf dinsdag groeit de kans op een regen- of onweersbui. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.